Bij een brand in een bungalow in Terneuzen is donderdagochtend een persoon om het leven gekomen. De politie weet nog niet wie het is. De brand brak rond 7:30 uit in de Doris Rijkerstraat. Rond 9:00 was het vuur onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In een bedrijfspand in Ierseke is een ondergrondse hennepkwekerij van 1600 bijna volgroeide hennepplanten opgerold. Een 56-jarige man uit Ierseke is aangehouden. Hij is de eigenaar van het gebouw. De kwekerij zat onder de betonnen vloer van het pand. De gemeente heeft een sloopbedrijf ingehuurd om de vloer open te breken. Commissaris van de Koningin Carla Peijs voelt niks voor een fusie van Zeeland met Zuid-Holland en het westen van Brabant. Peijs zei dat woensdagavond in een reactie op een voorstel van haar ambtgenoot Jan Frans uit Zuid-Holland, die het idee lanceerde voor de fusie. Peijs ziet wel veel in samenwerking tussen de drie provincies. De huizenprijzen in Zeeland zijn in het laatste kwartaal van vorig jaar gedaald met 7,4% in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal verkopen is met bijna 15% gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. In Zeeuws-Vlaanderen daalde het aantal transacties zelfs nog sterker. Heeft u tips? Bel ons of mail.